200.000 bezoekers. Ben je trots op? Ja, ik had niet verwacht zo snel. Zeker omdat het de afgelopen week echt belachelijk lekker weer was. Dus ik dacht, er gaat niemand naar de bioscoop. Maar dat is toch gebeurd. Dus ja, ik ben er absoluut heel tevreden mee. Ja. Dat klinkt misschien arrogant, maar zeker. En hier zal het niet bij blijven ook. Ik denk dat we richting 500.000 gaan. We hebben 100.000, ondanks een hele warme, hete week, zal ik maar zeggen. Nee, ik hoop het natuurlijk wel. Nee, ik had er eigenlijk helemaal niks verwacht. Ik had gewoon een open mind, blanco. Ik zag hem toen ook voor het eerst met de première. Dus maar ja, ik wist meteen dat het goed zou gaan. Want het begin was in die kapel en dacht de stilte en alles. Het is zo goed gedaan, dan gaat het verder ook goed. Want het begin is het halve werk natuurlijk. Dus ik ben heel blij. Dat was de scène rond kasteel Mysterienout. Maar heel geheimzinnig, waar die bijna door de grauwe ridders wordt onthoofd. En waarin hij in een kerker komt. En waarin hij wordt bevrijd door Lavinia enzovoort. Dat vond ik heel erg mooi, spannend en geheimzinnig. En met een prachtig zwaardgevecht waarvan ik vond dat het er ook echt moet uitzien. Niet een beetje digitaal gemoffeld, maar echt, zal ik maar zeggen. En dat is volgens mij een van de mooist gelukte scènes ook. Maar het is heel raar, ik ga nooit meer met een film uit in de zomer. Maar ik wil dat het mooi weer was. Maar dan denk ik, ja, mooi weer, dan komen er geen mensen. Dus dat is eigenlijk krankzinnig. Maar het komend weekend wordt het weer beter voor de film.